zijn vandaag in de Provenier. Dat is een woonzorgcentrum midden in het centrum van Rotterdam. Het is gebouwd van middenin en wij als KW-architecten hebben dat mogen ontwerpen. Ik denk dat het meest bijzondere aan dit concept is, namelijk dat er gewoon zorg midden in de stad gegeven wordt. Dus je kan wonen en zorg krijgen in het centrum van Rotterdam. We zitten hier naast het Centraal Station. De bewoners hier in de Provenier hebben allemaal een kamer van 50 vierkante meter. Dat betekent dat ze een eigen slaapkamer hebben, eigen badkamer, keukentje. Dus ze hebben een grote woonruimte voor zichzelf. Daarnaast alle gangen vormen samen eigenlijk een rondloop. Men kan dus rondlopen en er komt veel licht naar binnen toe. Dus dat geeft eigenlijk heel veel ruimte om alle kanten op te kunnen kijken. Geweldig vind ik het hier tot nu toe. Ja, het is gewoon wat groter. Ja, wat ik zei, het is natuurlijk allemaal nieuw. Het zit met de nieuwste snufjes, de deuren zijn automatisch en dat soort dingen. Ja, dat is natuurlijk heel makkelijk en heel ideaal. Nu is het voor de zorg, maar in de toekomst kan er ook starters in of studenten. Het is volledig voorzien op die toekomst. En daarnaast kunnen twee woningen ook één woning maken, doordat we een deel van de bouwmuur de Wapening weg hebben gelaten. En kan er dus een opening gemaakt worden tussen twee woningen. Dan heb je een grotere woning midden in de stad. Toekomstbestendig of flexibel bouwen kost eigenlijk altijd wel wat meer. Want je maakt misschien voor de doelgroep die je er nu in zet, krijg je misschien minder inkomsten. Maar je bouwt wel eigenlijk iets groter dan je voor die inkomsten zou kunnen. Dat is een keuze vanuit een opdrachtgever, hoe zij de toekomst zien en hoe zij het vastgoed zien. Namelijk dat in de toekomst die flexibiliteit er kan zijn. Men kan het dan over 20 jaar, als men wil, ook nog verkopen. Want er kunnen ook heel veel andere doelgroepen in. Wat er fijn is aan het gebouw, is dat het in de zomer niet bloedverziekend heet wordt. We hebben de warmste zomer van ooit gehad, maar ik geloof dat het hier 24 graden was, terwijl het buiten iets van 38 graden was. Dus ja, dan heb je echt zoiets van wauw! De buitenruimte in het ontwerp is heel erg belangrijk. Men wilde graag een beschermde buitenruimte, dat is een binnenhof geworden. Alle gemeenschappelijke ruimtes hier liggen op de koppen van het gebouw. Dus aan de voorzijde heeft men een gemeenschappelijke ruimte met een terras, met uitzicht op de singel. Aan de binnenzijde in het hof heeft men een heel groot dakterras op de eerste verdieping, een binnenhof op de begane grond en elke verdieping heeft nog een heel groot terras, eigenlijk altijd op het zuiden georiënteerd. Dit is niet over pak een beet 5 jaar of over 10 jaar verouderd of niet meer toegankelijk voor je als je ouder wordt en je beperking zwaarder wordt.